6 p.m. This means that the Halloween Fright Nights are about to begin. Eddie the Clown has the key to unlock all the fear, pandemonium, and mayhem. It is time. The gates are open. Wat heb je daarvoor moeten doen?
Oh, blik is gewoon. Ik dacht dat jullie iemand had afgezogen aan de borst. Soms krijg je knuffel weer op hele andere manieren dan we hadden bedacht. Oh, hier hebben we helemaal ingevlocht ook met groen. Past helemaal bij je trui. Trui past dan weer verder helemaal niet bij jou, maar dat maakt niet uit. Ja, zo gaat het met de Halloween Fridays. We hebben het heerlijk vanavond. We hebben een aantal hele vette dingen voor jullie in de aanbieding. Maar ik mag eerst iets heel leuks zeggen. Zijn er bijvoorbeeld mensen hier vanavond echt voor het eerst? Die echt nog nooit... Oh, fucking veel mogen, hè? Jullie ook samen? Zijn jullie stelletje? Ja? En wat kan jij, meisje, kan jij even... Oh, wie heeft er iets met een kruk? Jij of hij? Jij? Oh, kom jij er naar hierheen? Laat haar even staan, ja? Jawel, jawel. Jawel. Hier zo, trokkertje. Wat heb je met haar uitgevroten dat zij niet meer gaan lopen? Was het van achter? Ik kan niet in de thuis gaan. Oh, je kan niet in de thuis gaan. En waar komen jullie vandaan? Tilburg. En jullie zijn een stelletje in elkaar. Ja. Tilburg! Fucking veel Brabanders vanavond, of niet? Limburg! Yeah. Eén oude gast daar zo. Is zichzelf helemaal vol zitten vreten met fly vanmiddag en daar zijn we even uit. Goed, jullie komen uit Tilburg. En hoe heet je? Mitchell. Mitchell. En dat is je vriendinnetje. En ja. Hoe lang zijn jullie al samen? 7 maanden. Oh! Dus over 2 maanden kunnen we goed nieuws verwachten, of niet? Of was het daar niet al begonnen? Daar kan je niks over horen. Je kan weinig loslaten. Oh shit, de ouders zijn er. Wie zijn de ouders dan? Oh, die staan er gewoon naar. Oh, je bent gewoon met je schoonouders naar de Halloween Fright Night. Andersom. Oh, het zijn jouw ouders? Ja. Oh, wat grappig. En jij bent dus met jouw schoonouders naar de Fright Night. Is dat gezellig? Ja? Heb jij leuke ouders? Ja. Die neem je al gewoon al jaren mee, of niet? Dus die jongens. Oh, dat had ik al gevraagd. En voor jullie ook, of niet? Jullie zijn allemaal met. Jullie dachten, weet je wat, die twee hebben nou lekker 7 maanden wat met elkaar, hè. Kunnen ze lekker zo'n spookhuis in, dan kunnen ze elkaar lekker een beetje kapot knuffelen. En vanavond op de achterbank een beetje vingeren natuurlijk, terwijl zij rijden. Ja, ik weet hoe het gaat, hè. Ja, het zijn de Fridays. Hey, en zou je het leuk vinden om volgend jaar nog een keer naar Walibi Holland te komen? Natuurlijk. Kijk, nou dan heb ik hier iets heel leuks voor jou. Ik heb hier namelijk 2 tickets om volgend jaar naar Walibi Holland te komen. Voor met je vriendin zouden, maar als het uit is, wat ik me prima voor kan stellen, mag je ook met een ander lekker meisje komen. Ja, helemaal goed. Oké, dan tik maar aan. Wat lekker. Mitchell, geef me een applausje. Lekker. Ja jongens, zo snel kan het gaan hier bij de Halloween Fright Night. Ja, je staat nou een beetje zo te kijken, zeg maar niks meer tegen mij, hè. Hoe oud ben je eigenlijk, mag ik dat vragen? 44? Ja, je ziet het er wel aan af, hè. Ik had eigenlijk ouder geschat, want het zijn die kraaienpoten natuurlijk. Is dat je man ook waar je bent? Oh, dit is wel zo'n vent. Ik ga even aan deze kant staan. Ja. Kan mij het allemaal schelen. Heel groot zo. Ben je van de motorrijclub ook of niet? Nee? Zaterdagavond, hoe heet het allemaal? Nee. Oh, dat bestaat helemaal niet meer volgens mij. Ben je een sportschooltype? Dat wel, hè? Ook niet? Ben je gewoon van jezelf zo gebouwd? Echt waar? Gewoon hamburgers, frikandellen, kan jou een zak schelen? Lekker zeg. En dat is jullie dochter, of niet? Die staat wel heel hard te lachen om alles. En hoe oud ben jij dan? 16. Ah, en jij mag, is het jouw eerste keer ook? Heerlijk. En vond je het spannend allemaal vandaag? Ben je bij de Spooky Days begonnen een beetje? Ja, want als je zo'n moeder hebt, kan je Spooky Days natuurlijk al vrij goed aan. Dat snap ik wel. Ja, goed jongens, we hebben een hele leuke avond. Hier in het gebied lopen allemaal circusfiets rond. Je kan de toekomst laten voorspellen hier. We hebben een leeuwentemmer, we hebben lekker wat te eten, wat te drinken. Maar we beginnen met een vriendinnetje van mij. Jullie hebben er net in de show, in de opening al kunnen zien. Ze heeft een kostuumje aan, echt 3 vierkante centimeter. Fuck!
I feel the adrenaline moving through my veins.
It is now 11 p.m. This means that the Halloween Fright Nights have come to an end, and the gates are closing. You survived, I see. At least for now. Sleep tight, my friends. See you again next year.